Yo mensen van Let's Play, ik ben Moreno en welkom terug bij een gloednieuwe episode van Pixelmon. Vandaag episode 11, vorige keer episode 10. Wat heb ik gedaan? Ik heb het niet gevierd. Lekker slim van mij. Op naar episode 20, hoppa, hey. Waarom zit ik in F5? Nou, jullie kunnen al zien, als ik de goede kant op draai, ik heb de oven aanstaan. En dat heeft een reden. Want ik heb de vorige episode beloofd dat ik die automated furnace zou maken. Nou, heb ik maar even aan mijn belofte gehouden. Heb ik de automated furnace gemaakt. Ik heb zelfs geregeld dat hier al het materiaal in komt wat er hoort. Dus hier, daar zo hoort fuel. Dus daar gooi ik 28 in. Dat moet hierin. En dat komt dan hier zo terecht. Dus dat betekent dat we automatisch pokeballs kunnen laten genereren, maar wel in onderdelen. Het enige wat wij nog moeten doen is in elkaar zetten en de pokeball lids maken. Nou, laat ik even een mooi voorbeeld pakken, want hier zitten alle apricorns in, want je hebt cooked apricorns nodig voor een boven lid, om het zo te benoemen. Laat ik nou even deze even pakken. Nou, curds apricorns, apprecians. Dan pakken we gewoon hier 3 apricorns groot. Dit is basis. Dat is 5 pokeball discs. Dan hebben we 5 pokeball discs. Hier gaat het allemaal zo door. En wat er dan gebeurt. Deze veranderen vervolgens in hoe heet het nou? Sorry mensen, dit is echt heel slecht. Pokeball lids. Dus dit is nog een pokeball disc. Maar vervolgens wordt die boller. En wordt het een pokeball. Wat wij nog wel moeten doen is cobblestone pakken. Dan denk je, Moreno, waarom de fuck cobblestone? We hebben een stekkie nodig. We hebben ook hiervan 8 nodig. Zo. Oh, dat is 1 te veel. En die moeten geconverteerd worden naar stone. Nee, dat laat ik even. Want met stone kan je stone buttons maken. En dat moet de middenkant van de pokeball worden. Dus als dit allemaal klaar is, terwijl dit dan allemaal even gebeurt, kijk, dan kan ik dan dit mooi erbij houden. En dan kan ik tegelijkertijd, terwijl ik even content voor jullie fix, terwijl ik lekker bij even doorpraten natuurlijk, dat is wel zo handig, kan ik kijken hoe ik alle pokeball lids kan maken. En dat is wel fucking chill. Want dat betekent dus dat we niet een aparte website moeten opzoeken voor, oh, wow, zo, voor het zoeken van recipes. Dus we hebben ook iron nodig voor de pokeball discs door de onderkant. Ik wil sowieso ook dusk balls maken, want die zijn fucking handig en chill. Great balls, love balls. Ik weet eindelijk hoe ze werken, dus dat komt mooi uit als ik er goed op let. Misschien een lure ball. Ik kan hier zien wat het betekent. A lure ball is a type of pokeball that can be made into a lure ball lid. Wait a hammer. Dat maakt dus totaal niet duidelijk wat het effect heeft. Dus dat is van teleurstelling, want ik weet dus niet wat het doet. Dus ik ga het ook niet maken als ik niet weet wat het doet. En juist. Dan moet hij weer even laden. En terwijl deze dan allemaal klaar zijn, kan ik alvast alle apricorns pakken. Zo. Hier. Oh, hier zat niks. Hier wel daarentegen. Hier ook. Hier ook. En hier ook. Dus we hebben heel veel XP. Ja. Oh. Dan houden we even de cobblestone in het gaten. Lekker slim voor mij om een pauze te zetten. Want daar hebben we niks aan. Pokeballs. Terwijl we dan even wachten op de cobblestone, kunnen we alvast de onderkant maken. Dat is heel simpel. Dat is hetzelfde als een pokeball, maar dan met iron. En dan krijg je ook aan iron te gebruiken, want die geeft er 5. Als je aluminium gebruikt, krijg je er maar 3 per keer. Dus hou daar rekening mee. Hi, ja, nog niet. Er is nog niks aan de hand. Wat? No! Weer een legendary. Ik word echt knetter. Ik heb hem ook zelfs over het hoofd gezien. Dat is nog de ergste. Wauw. Er spannen zoveel legendaries als
Dat is niet meer leuk. Moin. Maar. Niet leuk vinden. Terwijl die stones dan gemaakt worden. Dan houden we daar even mijn oogje op. Kijk ik even spieky spieky. Nou, een Duskwal weet ik uit mijn hoofd. Een Fastball weet ik uit mijn hoofd. Creepals weet ik uit mijn hoofd. Ultraballs weet ik uit mijn hoofd. Lofballs weet ik inmiddels ook uit mijn hoofd. Een Luxuryball moet ik onthouden. Een netbal moet ik onthouden. Dus die komen mooi in één pagina. Dus, terwijl ik dat netjes naast me hou. Wat jullie dan niet kunnen zien. Ga ik... Ik heb een idee. Ja, dat werkte dus niet. Ik had het idee om voor jullie mijn wiki, dus eigenlijk alle recipes die ik dus nu kan zien, ook voor jullie te laten zien naast mij. Zodat jullie mee konden kijken naar de recipes. Maar het is blanco. Het is een en al blanco als ik het in OBS plaats. Dus dat vind ik raar, maar ja, ik kan er weinig aan doen. Wat trouwens wel bijna klaar is in de tussentijd zijn deze mooie dingen hier. Wow, Jesus, what the fuck. The fuck. Nou, ik word afgeleid, moet ik niet doen. We gaan luxury balls maken. Dus dan doen we 1, 2, 3, 4, 5. Dan doen we vervolgens ook nog zwart hier rechts. 1, 2, 3, 4, 5. Dan nog rood in het midden. 1, 2, 3, 4, 5. Dan doen we 1, 2, 3, 4, 5. Dan pakken we ook nog een netbal. Dat is 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dat is blauw. Dat is 1, 2, 3, 4, 5. En pak ze allemaal. En dan nog een duskbal. Die pak ik voor de zekerheid even erbij. Want die ben ik nu alweer vergeten. Dat is lekker slim van mij. Dat is groen, soort groen. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En dan doen we deze allemaal pakken. En dan hebben we ook Duskball lids. Wat ik ook nog graag zou willen, is Great Balls. Dat is blauw, groot blauw. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Die komen maar per 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pakken we die allemaal. En dan hebben we 16 van die. Heelbal, nee. Heavyball, nee. Levelbal, nee. Lofbal, ja. Dus dan doen we 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nee, doen we 5. 1, 2, 3, nee, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hebben we 12? Voldoende. Lurebal. Luxuryball, nee. Moonball, nee. Netball, nee. Netball, nee. Pokeball, Premier, nee. Quickball, ja, kan eigenlijk wel. Hebben we daar genoeg voor? Voor een paar. Doen we geel in het midden. En dan pakken we grep. Safari bal hebben we niks aan. Sportsbal hebben we niks aan. Timerbal hebben we niks aan. Ultrabal. Scheiße. Ja, dat wordt hem niet. Want, diveballs. Diveballs moeten we eigenlijk ook hebben. Diveballs daarentegen, die... Oh, die kunnen we niet maken. Kunnen we iets met veel geel? Er zit allemaal wel een beetje geel... Klein beetje geel maar in alles. Een safari bal hebben we niks aan. Sportsbal hebben we niks aan. Ultrabal, ja, maar daar hebben we niet genoeg voor. Ik heb een idee. Ik ga moonballs maken. Want ik zie dat ik daar wel... Nee, daar heb ik ook te weinig voor. Nee, doe ik niet. Dan maak ik daarentegen misschien een lurebal. Ja, dat doe ik. En neem deze allemaal in. Dan hebben we nog twee van deze. Kunnen we nog wat... Nee, dat is wel te veel anders. Heavy... Nee, kunnen we ook niet maken. Heelbal? Ja, die kunnen we maken. Nou, vooruit dan. Dan hebben we toch heelballs. Dan hebben we deze nog over. Wat we hiermee doen, die plaatsen we gewoon weer terug in de kist. Dan kunnen we er wat mee doen als we het echt een keer weer nodig hebben. Maar tot die tijd zijn ze nog een beetje overbodig. Wat ik ook nog wil doen is een kwart stack nog omzetten. Tot deze. Ik denk
Nee, ik heb nog twee nodig. Want ik denk echt dat ik te weinig had aan het aantal wat ik net in mijn handen had. Dus dan doen we deze nog even bij. 4636. Als het goed is, als ik het goed heb gelezen, moeten we deze hierin doen. En gaat dat allemaal automatisch. Ja, ja. Dan doen we deze er allemaal lekker bij. En dan zijn we zo klaar. Dan komen ze hier allemaal in. En dan worden ze helemaal omgesmolten tot deze. En terwijl dat gebeurt, zijn we nog heel lang bezig. Want deze daarentegen, die zijn nu klaar. Die plaatsen we nu in hier. Vervolgens pakken we nog een... ja. Zo. Zo. Meer. Een halve stack. Dan pakken we hier nog. Ja, pakken we deze. Pakken we hier nog. Twee vandaan. Zo. En de buttons doen we in deze kist. Hier in de hoek. Waar is trouwens mijn hammer? Hier. Daar heb ik nog niks aan. Swift en Eggbomb. We kunnen kijken of Wingle Swift kan leren. Want ik weet dat Wingle dat voor mij wel in de Pokémon games kan. Dus, Wingle. Kijk daarbij. Kan je deze leren? Ja, hij kan deze leren. Dan vervang ik hem voor Mist. Want Mist doe ik niet. Kan je Eggbomb? Nee. Gaan we gewoon het rijtje af. Kan jij Eggbomb? Waar ga je heen? Ja, alles leuk en aardig, maar... Nee. Jij kan ook geen Eggbomb. Kan Doe wat Eggbomb misschien wel, wie weet. Nee. Ken jij Eggbomb? Nee, jij kan geen Eggbomb. Oké, ook weer geleerd. Wat we dus nu gaan doen, is in tussentijd, want we moeten echt op dat ding wachten. We hebben geen keuze. Wat we kunnen doen, is misschien Wingle even trainen. En misschien nog even... Hey, gaten. Van gaten word ik niet blij. En ik kan me nog herinneren dat ik dat tijdens het editen was tegengekomen. Dat ik dat gewoon compleet vergeten ben. Oh, Crawdad, nee. Laten we het... het onderwerp is aanpakken. Het onderwerp benoemd... Ik ga echt uitstellen vast. Maar goed. hoe was jullie dag? Het is nu donderdag, dus de dag dat de laatste video online is geweest. Dus, ja, hebben jullie van de video genoten? Dat zie ik dan rond dinsdag wel. Wingle, what the fuck doe je? Maar goed, hoe was jullie dag? Ik heb persoonlijk een vrij vlotte dag gehad, als ik het zo zeg. Dus, voor mijn gevoel is de dag zo voorbij gegaan. Gelukkig eet ik iets hartstikke lekkers vanavond. Dus dat gaf me nog meer motivatie om lekker deze dag door te komen. En... Swift even uitproberen. Ja hoor. Wing Attack. Ja. Het gaat nog goed. Water Pearls. Ja. Oh, en Swift. Ja hoor, goed. Slowbro. Nee. Dank je. Ik heet... Hey, Shelder. Dus ik heb hartstikke zin in vanavond, want ik heb best wel trek. Inmiddels. Dus daar wacht ik nog een beetje op. Totdat dat moment arriveert. Hey, ik heb een ijsblok. Holy fuck. Holy fuck. Nee. Oh, wat gebeurt er? Eén en niks. Holy shit, hoe klein zijn die Squirtles wel? Holy fuck, hoe groot is die Verallegator? Dat was mijn reactie. Dank je, Moreno. Ja, graag gedaan. Hij is maar 34? Dat is fucking low. Ik denk niet dat dit echt goed gaat komen. Supersonic. Oh, je avoid it. Yes, he's a... Oh, scheisse. Nee. Oh, shit. Ik heb een idee.
Hij moet wel aan de kant gaan, want er staat voor mijn deur. Mag ik er langs, dank u. Ik heb een idee. Ik ga healen. Ik begin met Litwick. Ik verbrand hem en paralyze hem. Vervolgens gooi ik Confusion eroverheen met Wingle. En dan laat ik Wingle gewoon fucking hard levelen. Dus dan doen we Will-O-Wisp. Zo, Will-O-Wisp, zei ik. Flame Burst doe ik ook, want dan heeft hij een Fire Spin. Doen we Pokémon, doen we Wingle. Ga niet dood. Goed zo. Doen we nog Swift. En dan halen we hem weer terug. Dan doen we Duat. Want ik zie dat Wingle dit niet gaat overleven. Dan gebruiken we Duat met zijn Razor Shell. Hij is burnt en hij heeft Fire Spin nog over zich heen. Dus deze zet is die dood. Dus, kijk, dat moeten we hebben. We doen... Oh, dat is een moeilijke. Dit is echt een moeilijke. Ik denk dat ik toch voor Super Sonic ga. Jullie zien het. Iedereen is een beetje omhoog gegaan. Dat is alleen maar goed. Maar het is nog steeds wachten op... de Apricorns. Hoe gaat het hier, by the way? Oké, hij is nu met diepe. Ja, we zijn nog wel even bezig, hoor. Waar? Oh, wacht. Ja, ze zitten nu allemaal hierin, natuurlijk. Kijk hoe die aan het pompen is. Wacht, hier. Kan ik hier ergens op staan? Zie hem gewoon... Holy shit, wacht, dit moet ik even zien. Hè? Er komt een... Oh, wauw. Dat is gewoon echt een goede animatie. Dat vind ik persoonlijk echt een goede animatie. Gewoon zo'n plat ding. Omtoveren tot zo'n... Ja. Ik hoor continu skurts en ik kan ze niet vangen. struggle life. Maar ze zijn ook weg, dus dat komt mooi uit. We kunnen Wingo in de tussentijd nog steeds verder trainen, want we hebben niks beters te doen. Was dat een Gloom of een trainer? Ja, dat was een Gloom. En zo te zien is er een hele gangbang. En een Totodile! Welke level ben jij? Kom maar op, 1 minuut achter! Jij bent level... Oh, level 16 maar. Quick attack. Swift. Oh, Swift doet echt damage. Fuck je. Ja. Ik wil hem proberen 25 te halen. Misschien lukt het wel. Swift. Nog een keer Swift. Oh nee, Wing Attack. Ook goed. Drowsy. Ja, kom maar hier. Swift. Hij dodged de hypnosis. Maar nu ben ik gepotioned. Dat is niet goed. Shit. Swift. Ah, kak. Doe maar door wat. Ik kan het ook niet echt beter maken. Water Pearls. Watersport. Meteen Watersport. Watersport is gewoon... Bleh. Ben jij een... Oh, jij bent een beetje heel sterk. Even Wingle healen. En dan kunnen we weer verder met trainen. Ik zit er zo aan te denken. Waarom heb ik ook weer die PC gemaakt? Dat is allemaal leuk en aardig, maar ik heb er nu nog niks aan. Ik zie Magikarps. Oeh, bos. Die moet ik met Wingle benaderen. Level 32. Nee, dit gaat fout. Oh, wacht, nee. Oh, ja, wel. Litwick met Will-O-Wisps. Dan moet die burnt raken. I'm fucked. Ja, dus. Bite. Dat bedoel ik. Litwick moet gewoon eerst in deze situatie. Dus als die nog is, moet ik beginnen met Litwick. Waar ben je? Waar ben je? Nee, je bent toch niet gedespawned? No. Ja, dus. Fuck. Dat hebben wij weer. Een level 5 Corviknight. Oh, dat valt nog mee. Ik zit nu wel met een probleem. Dat, hoe heet dat? Wij hebben nu wel allemaal leuk en aardig. Dit eiland. Maar, je bent verleidelijk. Je bent zo pakje verleidelijk. Dank u. Ben ik weer van mijn verhaal. Ik zit hier inmiddels wel op het eiland en zo. Allemaal leuk en aardig. Maar
Het zijn nu wel een beetje de standaard Pokémon's aan het worden. Dat moet ik eerlijk bekennen. Dus het wordt ook wat moeilijker om nieuwe Pokémon's te vinden. Wat ik ook jammer vind, want dat ja, vermindert een beetje het, ja, gotta catch 'em all gevoel. Als jullie begrijpen wat ik bedoel. Merrill, Merrill, Merrill. Overal Merrills. Dus ik zat eraan te denken. Dat nog niet nu, maar er komt binnenkort wat aan. En dat gaat mij helpen in dit avontuur. Wat in de goede bedoeling is natuurlijk. Want het improviseren zal ik ook weer niet zeggen. Zo, even vastlopen. Maar het verbetert de kwaliteit van de video's. Ik ga nog niet zeggen wat, maar op zijn tijd, ik denk dat het ergens februari is dat hij er is, dan gaat mijn kwaliteit verbeteren door iets. Wat dat dan is, krijgen jullie dan pas te zien. Want ik kan het nu zelfs nog niet eens laten zien. Meryl, oh my god. Run. Fuck you. Dus tot die tijd moeten we nog even geduldig zijn. Shit, shit, shit. Ik heb een emergency Pokémon nodig nu. Nu. Ah, emergency Pokémon. Emergency Pokémon. Kan ik er allemaal. Shit. Ah, shit. Ja, dat gaan we dus niet worden. We kunnen Ponyta niet vangen. Kak. Dat is vervelend. En die had zo goed kunnen zijn in ons team voor nu. Dan kunnen we die gastteam binnenkort een keer aanpakken. Oh ja, die was toch nu al gedespawned, dus daar hadden we toch niet meer wat aan. Ja. Yeah. Hebben wij toevallig hier nog. Ja, Snubbull, maar. Kijk, dit is dus wat ik bedoel. De Pokémon's blijven een beetje op een laag level. Waardoor ik dus niet goed kan trainen. Dus dat belemmert mijn gameplay ook een beetje. Kijk, deze Slowpoke zit echt op een randje. En deze is weer te sterk. Het is of te sterk of te zwak. Dat merk ik ook. Dus level 33 en level 11. We hebben hier level. Oh, level 25. Ja, jou kan ook wel. Pak jou. Een Spearow van 26. Een Swift. Oh nee, we gaan dit krijgen. Als ik 3 keer Swift doe, dan is hij dood. Maar Winkle gaat veel sneller dood. Dus Croconaw, jij komt eruit. Als een zandsodemieter. We doen ook Bite. Kijk, dat moeten we doen. Dan hebben we Wartortle. Ice Fang. Doet niks. Kak. Bite. Ja. Veel. Waarom deed ik veel? Oh. Die had ik aangeklikt. Oké. Okay. Croconaw 25. En een Pidgeotto. Ice Fang. Kak. Doe wat. Razor Shell. Ja. Sorry voor dit, mensen. Ik vind dit echt al kut. Ja. Mag ik nog een keer Razor Shell doen? Yes. En een Slowpoke ook. Zo. Doe maar een Winkle. Swift. Pokémon. Deze. En dan Flameburst. En dan Nightshade. Want het is Psychic, dus het moet effectief zijn. Kijk. Mijn kennis laat mij niet in de steek. Welke level ben jij? 13. Jij is al goed voor. Alweer? Oké, nu zitten ze me gewoon te pesten. Dan. Dat is embarrassing. Is zeer gênant. Maar wat zal. Oké, nu gaan ze gewoon expres overal komen, of niet? Wauw. Eens kijken, hoe ver is deze al? Nog 16 en dan gaat hij met al die anderen beginnen. Ik heb een idee, want anders wordt de episode te lang. Vanaf nu ga ik even achter de schermen trainen. En dan is dit vast klaar als ik klaar ben. Dus mensen, dan zie ik jullie terug. Tot zo. Wat? No! Mensen! Winkle's evolving! Dun, 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 dun. Oh my gosh! Oh my gosh! Mensen, Winkle's evolving! Dat is very good, oh. Mijn lamp staat niet meer goed. Zo, beter. Een Pelipper. Holy quack. En Protect. Nou, daar heb ik niks aan. Holy shit. Mensen. We hebben een Pelipper.
Yeah. Oh, mensen. Ja. Oh, dit is mooi. Dit is very goodie. Maar mensen, ik ga weer verder. Dus tot zo. Deze bos is nutteloos. Deze bos is machteloos. Ik bedoel, alleen nog Litwick en we krijgen zoveel XP. Let op, Flameburst. Dat bedoel ik. 27. Oh, dat. Oh! Een XP share. Oh. Oh. Ja. Oh, dit is goed. Oh. Alleen XP die ik heb gekregen is wat minder. Maar goed. Oh, die boss was sterk. Dat was een 69 Ekans. Maar hij kon alleen Acid en nog een ander. Maar ik. Hé? Ik vraag me echt af. Waarom had hij die twee aanvallen maar? Holy shit, dat was een grote rel. Die heb ik dan weer net niet. Maar mensen, wauw. Dat was niet zo intens. Laten we even de berries hier zo plaatsen. Deze hou ik hier nog even. De snowball. Ja. Berry. De amulet coin. Ring target. Ik weet niet wat het doet. Maar. Ik geef hem aan. Relic. Crocknaw. Zo. En Wingull, wat doe jij hier? Jij gaat dood. Zo. Wat ik dus nu wil doen, is even kijken hoe ver is mijn proces. Want het neemt nu al heel lang in. Het neemt zijn tijd, dat moet ik wel door nageven. Het neemt echt zijn tijd, maar hij is wel bijna klaar. Hij is bijna klaar. Nog even. En dan kunnen we alle Pokéballs maken in één keer. En dan kunnen we de volgende episode misschien zelfs een Ponyta vangen. Of misschien een ander vuurtype. Want ja, we hebben Litwick, maar dat is niet genoeg. We moeten wel een ander hebben. Dus ik zat te denken persoonlijk aan Ponyta. Want die kunnen Rapidash. En misschien Rowlet. Want we hebben een Savanna gevonden. Dus we kunnen misschien een Rowlet zoeken in de Savanna. Hier op dit eilandpunt kunnen we misschien ook een keer wat maken. Wow, dat ging net goed. Dus dat moeten we even aankijken. Auw. Maar die XP share wil ik bewaren voor een Pokémon die ik zo binnenkort een keer ga vangen. Want die zal vast een beetje laag op niveau zijn. Dus het enige wat ik nog ga doen is gewoon deze trainer aanpakken als die. Ja, het is te doen, maar hij is zo zwak. Holy shit. Ja, we pakken Pelipper. Ja. Pakken Pelipper voor deze. Oh, verkeerd knop. Voor de Ponyta. Met Water Pearls. Amber doet me niet zoveel. Doet hij het weer? Ik weet niet hoe vaak hij dat nog doet. Maar Ponyta is dood. En Pelipper is 27. Hi, jij wilt vechten. Vooruit. Doe maar een Wing Attack. Een Squirtle. Doe me echt geen ene donder. Oh, dat was snel. Ja. Zo kan je ook een gevecht afsluiten. Dat is een. Dat is echt de kleinste fucking Ponyta die ik ooit heb gezien. Zo, laten we Crocknaw pakken. Misschien heeft hij iets met Amulet Coin gedoe. Ik weet niet wat het is wat hij beet heeft, maar ik weet ook niet wat hij doet. Dus dat ga ik achter de schermen sowieso even achterhalen. Want ik ben wel benieuwd wat ik Crocknaw gegeven heb op dit moment. Zo, Ponyta. Ponyta dead, man. Oh, kan ik jou aan? Kan je misschien aan, maar ik denk dat ik hartstikke dood ga op het einde. Waarom doe je continu slack off? Slack off! Kappen! Oh my god. Oh, zie je? Wauw, dat was echt fucking erg. Ja, ik ga fucking runnen. Houdoe! Nog een trainer. Ja, ik moet de episode een beetje opvullen. Ondanks dat het echt veel te lang inneemt. Want ik ben nu al 50 minuten aan het recorden. Ik ben echt benieuwd hoe dit gaat aflopen. Hoi. Ja, jij wilt vechten. Hartstikke fijn. Hier.
Deze op je bakkes. Gewoon even levelen. Doe ik. Een sloop ook. Doe maar een bite. Pull it back, doe maar een bite. Fight. Slowpoke, bite. Hoeveel slowpokes heb jij? Hoeveel Psyduck heb jij? Hier ook, 5 voor 6 Pokémon. 6 Pokémonen. De episode kan niet echt meer gewild worden. En dat voel ik. Hey, Squirtle, ouwe rakke jongen. Ja, jij gaat dood. Psyduck. Level 28. Wat ik achter de schermen ga doen, want daar heb ik nog wel tijd voor, is sowieso die Ponyta pakken. En eigenlijk iedereen naar level 30 trainen. Want ze zitten er nu allemaal vrij dichtbij, dus het moet te doen zijn. Dus dat ga ik even doen dan. Is dit een trader of een level 38? Ponyta, get over here. Doe maar wat ik doe. Doe maar veel. Dan kan ik jou aan. Ik hoop dat ik je... Jou hoef ik niet te hebben. Jou moet ik hebben. Level 9. Oh, godsamme. Waar ben ik aan begonnen? 1 AP over. Holy fuck. Litwick. Doe je Will-O-Wisps. Oh, jij gaat zo dood. Waarom mis je, verdomme? Als ik denk dat het is wat die dinges doet. Die Croconaut bait heeft. Kan ik hem beter aan jou geven met die Will-O-Wisps. Want je bent echt fucking scheef. Laten we eens proberen, want ik denk dat het, hoe heet dat, het percentage dat een Pokémon heeft om te missen, verlaagt. Niet een beetje, heel erg verlaagt. Ik zie, hoe ver ben je? Ik ben nu met de Duskos bezig, dus de laatste. Dan moet ik het toch afsluiten voor jullie mensen. Dan maak ik nog geen Pokéballs, die komen pas in de volgende episode, helaas. Terwijl dat dan klaar is, wil ik... Jullie bedanken voor het kijken. Hebben jullie genoten? Blauw duimpje omhoog. Wil je meer zien? Abonneer vooral op die rode knop. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Mensen, laters!